Hoi, mijn naam is Marco. Op Instagram en YouTube ook beter bekend als Marco Movies. Ik post elke woensdag en zaterdag om 7:30 een nieuwe foto. Maar hoe maak ik nou deze foto's? En hoe kom ik nou op deze ideeën? Dat laat ik zien in deze nieuwe serie op mijn YouTube kanaal. Dit is Kijkje in de Keuken. Leuk dat jullie kijken naar de allereerste aflevering van Kijkje in de Keuken. En vandaag gaan we beginnen met Samuel. Lekker man! Nou, wat dus de bedoeling is, ik heb een vriend meegenomen. Die gaat met deze dingen klooien. Wat is dit? Nou, dit is eigenlijk staalwol. Dus volgens mij om mee schoon te maken. Maar ja, daar gebruiken we er natuurlijk niet voor. We hebben weer mooie foto's. En we hebben natuurlijk een ijzerdraadje met isolatie eromheen. Maken we hier aan vast. En dan gaan we lekker zo draaien. Ik steek hem zo meteen in de brand voor hem. En wat er dan gebeurt is, dan krijg je, nou ja, wat je net zag, allemaal van die vonkjes natuurlijk. We gaan hem opnemen met een langere sluitertijd, dus echt 30 seconden. Al die vonkjes dat er dan van afvliegt, zie je ook heel mooi in de foto terug. En nou ja, jullie zien het zo wel. Ik gebruik diafragma 10. Dan zet ik hem op 30 seconden sluitertijd. Ja. Hebben we hem nu gewoon? Harder. Oké, ik hoop dat ik hem nu heb. Denk het wel. Nou, ik heb dus even de beelden op mijn telefoon gecheckt. Het ziet er heel vet uit. Je kunt wel echt ook zien dat de lucht lekker helder is. Wat mooi al die vonkjes. We gaan lekker naar mijn kamer. We gaan de boel bewerken. Nou, we zijn weer terug in mijn kamer. De foto heb ik klaarstaan. En we gaan hem mooi even bewerken. Klik even ontwikkelen. Misschien wel leuk, ik weet niet wat voor effect het geeft, maar je ziet hier duidelijk dat hier zo meer van die streepjes zijn dan hier. Misschien kan ik even kijken of ik in mijn Photoshop dit kan spiegelen, dat je hier ook wat meer streepjes hebt. Ik weet niet, dit is... Je kunt wel duidelijk zien dat het gefotoshopt is, hè? Dat het parallel aan elkaar staat. Maar ik vind het ook wel wat hebben. Dus laat even weten in de comments wat jullie ervan vinden. Want het ziet er natuurlijk wel hartstikke nep uit, die twee dingen. Dit ziet er wat echter uit natuurlijk, omdat het natuurlijk de echte foto is en dit wat minder. Maar het ziet wel een beetje... Het heeft wel wat, vind ik. Dus... Wat vinden jullie ervan? Ik ga dit denk ik wel sowieso op Insta zetten, want ja, ik vind het gewoon zelf wel wat hebben. Maar laat even je mening achter in de comments of op Insta. Maar niks uit, maar ik ben er wel benieuwd naar van wat mensen hiervan vinden. Nou, dan sla ik hem op. Want altijd je werk opslaan, heel belangrijk. Vond je dit nou een hele toffe video? Geef dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker hier beneden niet te abonneren. Volg mij eventjes op Instagram, daar staat deze foto nu ook bij. En dan beloof ik volgende week weer een nieuwe video te uploaden. Dus, later!